Ruim een half jaar na dato is de woning aan de Kamperfoeliestraat in Rotterdam-Feyenoord nog steeds onbewoonbaar. Gelukkig zijn bij de brand geen gewonden gevallen, maar de gevolgen zijn bijzonder groot voor de bewoners. Op 15 november vorig jaar is er een brand geweest in de woning aan de Kamperfoeliestraat. Hierbij raakte gelukkig niemand gewond, maar de politie gaat wel uit van brandstichting. De bewoner van de begane grond die zat rustig in zijn woning toen hij een enorme knal hoorde en hij meteen een hele grote uitslaande brand woedde in zijn woning. Nou, hij kon gelukkig zelf op tijd wegkomen en heeft ook de bovenburen weten te alarmeren, waardoor zij dus allemaal veilig de woning konden verlaten. Deze man wordt gezocht voor de brandstichting. We hebben hem eerder getoond in bureau Rijnmond, maar hij is helaas nog spoorloos. Er is inmiddels meer bekend over de route die de man heeft gelopen voordat hij de brand stichtte. Te zien is dat hij vanaf de Asserstraat de Kamperfoeliestraat in komt lopen. Vervolgens slaat hij rechtsaf richting de Bloemhof, de straat die hij korte tijd later weer verlaat. Op dat moment komt er een witte auto aangereden. De verdachte steekt de weg over in de richting van de Balseminstraat. Later komt hij opnieuw uit de Bloemhof lopen, hangt wat rond bij de woning aan de Kamperfoeliestraat en sticht vervolgens brand. Dit zijn nieuwe beelden van de verdachte. Nou goed, we hebben deze zaak al eerder getoond in bureau Rijnmond. En wat we nu weer van de kijker willen weten, is of iemand deze man herkent. We hebben nu natuurlijk een duidelijke route. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat deze bewoners is overkomen. Hè, dat zij niet meer terug konden in hun huis en dat het zo is uitgebrand. Dus nogmaals de vraag aan de kijker, wie weet wie deze man is? Heeft u tips? Neem contact op.